Rondje kijkt naar de lantaarntjes. Wauw, het is zo, mashallah, zo mooi. En ze lezen extra Koran. Waar zou dit verhaaltje over gaan? Het gaat over een nieuw boekje. Een nieuw boekje. Rondje leert over Ramadan. En in dit boekje staan ook, behalve leuke verhaaltjes, hele leuke werkvormen. Kijk, ook liedjes. En we gaan vandaag, gaan we twee werkvormen die erin staan, gaan we behandelen. Maar die gaan we net iets meer doen dan in het boekje staan. Kijk, je ziet hier dat het een doos is. Zie je? Nou, wat is het leuk om samen met je mama een gewone doos te maken. Kijk, je hebt hier een doos. En dan maak je daar een mooie rand voor. En dan doe je een blauw papiertje voor de achtergrond. Maar het kan ook een ander papiertje zijn. En dan maken we ook van karton een leuke moskee. Kijk nou. En dan gaan we ook onze vriendjes maken. En die vriendjes, blokje. En, oeps, rondje. En, wat is die? Driehoekje. Die kunnen elk verhaal spelen. Kijk. Oh, wat? Nee, ik weet niet eens waar het verhaal over gaat. Dat vind ik niet leuk. Oh, niet boos zijn. Niet boos zijn. Dat is niet de bedoeling. Vierkantje. Nee, daar word ik heel verdrietig van. Dat moet je niet doen. Kijk eens. We hebben in een les eerder al de emoties gehad. Dit is boos, verdrietig, bang en blij. Ja, want hij deed maar alsof. Hij was helemaal niet boos. Hij deed alsof. Het leuke is, als je deze poppetjes hebt gemaakt, kan je het hele verhaal, elk verhaal naspelen. Ik ga vandaag leuk naar de moskee. Gaat er iemand met me mee? Oh, ja, ik wil wel, ik wil wel. Ja, ik wil ook, maar ik moet eerst aan mijn mama vragen. Nou ja, je kan van alles hun laten zeggen. En zal ik jullie laten zien hoe je zo'n poppetje maakt? Oh, wacht eens even. Ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben je Saïda. Nou, ik zou het eigenlijk willen knippen en plakken, maar dat gaat niet lukken omdat ik ook moet filmen. Ja, er is vast wel betere techniek, maar zover ben ik nog niet. Dus ik laat het jullie stap voor stap zien. Even kijken. Nou, daar gaan we dan. Je begint door bijvoorbeeld een rol plakband over te trekken. En ik had nog geel papier, maar je kan ook gewoon wit papier gebruiken en dat dan inkleuren. Nou, dan zorg je ook dat je een vierkantje hebt. Hier heb ik ook al oogjes opgetekend en een driehoekje. Zo. Nou, dat is duidelijk natuurlijk. En nu heb ik zeg maar voor de poppetjes van die gekleurde ijsstokjes gebruikt. Maar je kan ook gewoon als je die niet hebt een beetje dikker karton. Kijk hier, dit is ietsje dikker dan gewoon papier. En die ga je dan plakken. Dit heb ik met plakband gedaan, met goed stevig plakband. Heb ik aan de achterkant zo neergelegd. En dan plakband erover. Nou, die handjes zijn ietsje te groot. Je kan misschien ook, nou, even kijken hoor, zo. Dan leg ik ze zo neer. Dan doe ik er plakband over. En dan zit het vast. Maar je kan het ook met lijm doen. En dan plak je het zo vast. Want het is karton. En dan blijft het makkelijker zitten. En zo doe je ook met de armpjes. Zo. Nou, dat is snel gedaan, toch? Kijk, en dan kan jij beslissen of je er twee kanten aan maakt. Want hier het leuke is, moet je maar kijken, ik heb één kant. Dus dat is met karton een beetje ietsje dikker. Zit de voorkant, goed vastgezet
met plakband, kan ik laten zien, zo hier, plakband. En dan weer met plakband doe ik dat andere rondje erop. Dus dan heb je eigenlijk twee rondjes nodig en twee driehoekjes en twee vierkantjes. Dan kan je echt zo met ze spelen. Ja. Oh, is het zo simpel? Ja, rondje, zo simpel is het. Nou, en dan gaan we nog even laten zien hoe je dat, die verschillende gevoelens kan tekenen. Want die verschillende gevoelens kan je ook bijvoorbeeld op een kop plakken. Wat? Nee, oh, ik ben een kop die wordt gebruikt voor schilderen. Wat denk ik vies. Ik wou gewoon een kop zijn, maar ik ben nu geen kop. Dus het kan op een kop. Het kan ook dat je zelfs... Kijk, hier deze potloden. Ze hebben allemaal... Hebben ze een ander gevoel. Deze is helemaal verbaasd. Wat? Kan ik dit? Nee, het is niet normaal. Oh, wat is het leuk. Oh, wat is het leuk. Nee, ik wil niet blauw. Ik ben rood. En ik ben boos. Zo, dus dan kan je dat... Alles kan je een gevoel geven. Laat ik dat nog even voor de zekerheid zien. Kijk, want je kan hier gewoon... Je kan ook de oogjes dichtmaken als je geen oogjes wilt tekenen. Maar als je wel oogjes wilt tekenen, dan leg je er zo'n rondje op. En dan plak je dat vast. Doe je een oogbolletje. Nu krijg ik dus problemen, want ik weet niet hoe ik dit gaat allemaal schuiven. Oké, heel klein beetje. Zo. Nou, het is hele kleine oogjes. Zo. Goed. Nou, hij lacht. Maar stel dat hij... Dan gaan we dat nog even doen. Nog één keertje. Kijken hoe gingen we dat met die emoties ook weer doen. Nou, we doen een oogje. En nog een oogje. En dan... Deze... Zijn de wenkbrauwen naar beneden? Dan is hij boos. En deze? Zijn de wenkbrauwen zo? Oh my gosh, ik kijk het verschil. Is hij verdrietig? En deze? Zijn de wenkbrauwen hoog? En dan is hij bang of schrikt hij? En tot slot, deze is natuurlijk appeltje-eitje. Alhamdulillah, die is blij. Nou, dus dan kunnen jullie nu een mooie, en die moskee, als je goed kijkt naar de moskee, want het leuke is dat deze vormpjes, driehoekje, vierkantje, cirkeltje, die zijn ontstaan doordat ik kinderen les gaf, van alles is opgebouwd uit simpele vormen. Nou, kijk, de boog is een soort van cirkel. Dit is een soort van rechthoek. Dit is ook een rechthoek. Dit is weer een halve cirkel. En zo maak je een mooie moskee. En dan kan je dus zo je kijkdoosje maken met de moskee. En... Onze vriendjes. Nou, dit was even als inspiratie, want we gaan samen ook nog een tekening maken. Kijk. Ja, dit is leuk. Goed. Bismillah. Nu gaan we een tekening maken. En we gaan een tekening maken. En dan gaan we een hele mooie... Wacht, even bukken. Deze werkvorm staat ook in dat boekje Rondje leert over Ramadan. Een prachtige lantaarn. Want de maand van Ramadan komt eraan. En dan zijn die lantaarns, die zijn symbool voor het licht. Voor de zuiverheid. En we kunnen hem heel simpel maken. Een vierkant. En zie je heel goed wat voor deze vorm het is? Een halve cirkel. En een driehoekje. Nou, als we hem dan nog ietsje moeilijker maken, dan gaan we er nog twee lijntjes in doen. En dan maken we daar weer een boogje in. Dan maken we een boogje aan de zijkant. Nou, dan maken we dat nog even netter. En dan heb je zo'n lantaarn. Nou, dat is geweldig, toch?
Even kijken, ik had hem ook nog gemaakt van karton. Zie je? Dan kan je die vormen heel goed zien. Vierkant, driehoek en een halve cirkel. Nou, moet je kijken hoe blij ze zijn. Ik ben erin. En ik ben erin. En ik ben erin. Nou, nu lijkt het niet meer op een... Maar zie je hoe die vormen samen dan een mooie lantaarn maken. Nou, we gaan het nu tekenen. We gaan een grote tekening maken met diepte. Onderaan zit een... Wat is dat eigenlijk? De boven de lantaarns. Oh, kijk eens. Daar hebben we een moskee met een weg. En er hangen er hele mooie lantaarns boven. Een echte mooie tekening. Waar je voor- en achtergrond hebt. Je kan dus ook alleen de lantaarns maken. Of een heleboel lantaarntjes bij elkaar. Maar die zijn wat ingewikkelder. Maar je kan het proberen. Iedereen zo zijn eigen niveau. Iedereen kan wat anders. Nou, inshallah, we gaan beginnen. Ga ik even alles wegleggen. Moet kijken wat een boel. Even allemaal wegleggen. En dan beginnen we met tekenen. En dan ga ik het blad rechtop leggen. Neem ik even een nieuwe pagina. Zo. Nou. Goed, daar beginnen we. Bismillah. Ik begin bovenaan met een... Zie je? Wat was dat ook alweer? Een vierkant. Nou, halve cirkel. En een driehoekje. Nou, ik kan hem dus op het moment dat ik dezezelfde vorm herhaal, maar hij is hier wat kleiner, zie je? Dan lijkt het net alsof die lantaarn daarachter hangt. Nou, dan doe ik er nog eentje. En erin heb je dus een lampje. Nou, deze ga ik gelijk ietsje moeilijker doen. Zo. En dan... Zo. Beneden. Doe ik hier nog een boogje. Hier nog een boogje. Zie je? En dan kan daar nog weer een lampje in hangen. En dan ga ik er nog eentje doen. En als je er pas één hebt getekend, dan kan je later gewoon nog meer maken. Kijk, hier draai ik het om. Hier doe ik de bovenkant een driehoek. En doe ik de onderkant een halve cirkel. En weer. Maak hem ietsje lastiger weer. Ik ga nu een halve boog zo maken. En nog een halve boog. Zo. En nu doe ik hier nog een lijntje. En dat doe ik zo. Nou, hebben we drie verschillende soorten lampjes. Nou, die lampjes hangen boven misschien wel een huis die dan uitkijkt op de moskee. Nou, we gaan een landschap maken door even zo'n boog te trekken. Nog een boog te trekken. En hier doen we een rechthoek. Als jullie de meerdere lessen zien, dan zie je dat ik soms dingen ook herhaal. Want doordat je dingen steeds opnieuw doet, kan je het ook mooier en makkelijker doen. En kan je zien hoe je dingen kan combineren. Het is niet dat ik niet andere dingen kan tekenen, maar juist door de herhaling ga je denken, oh, makkelijk, alhamdulillah. De deur, raam. Ja. Oké. En dan doe ik hier nog een lijntje voor. Want nu ga ik laten zien hoe de weg komt steeds dichterbij. En die is dus hier breder dan in het begin. Nou, tot slot maken we natuurlijk nog mooie palmbomen.
Twee rechte lijnen, halve cirkel, halve cirkel, halve cirkel. Die heb ik ook al een keertje zo gedaan. En dan kan je kan ook, zo'n palmboom kan ook. Nou, dan kunnen we tot slot nog ergens de maan neerzetten. En we kunnen ook het lampje laten, een beetje licht laten branden, zie je dat? Zo. Nou, en dan mooi inkleuren. Inshallah hebben jullie veel ideeën gekregen om dan uiteindelijk zo'n tekening te maken. Of misschien wel zo eentje. Of samen met je mama. En ik laat jullie nog een keertje dat ontzettend leuke boekje zien. Dat net uit is bij Salamart. Er zitten verhaaltjes in. Er zit een liedje, twee liedjes in. En een heleboel werkvormen. Nou, inshallah hebben jullie het weer een leuke les gevonden. En tot de volgende keer. Salam alaikum.